Giovanni Korte, dat was lang geleden dat jij in een ADO-shirt rondliep. Ja, zeker inderdaad. Dus, ja, ik heb vorig jaar ook de voorbereiding mee gedaan. En, ja, een jaartje geleden dus. Hoe is het voor jou om deze wedstrijd hier gelijk te spelen? Je geeft ook gelijk je visitekaartje af. Ja, nee, ging goed. En ja, ik ben zelf tevreden. En ja, kijk, dit is natuurlijk een wedstrijd die je niet echt kan meten natuurlijk. Maar ja, het is wel een lekker begin. Laten we het opbouwen. Hoe is het om in de voorbereiding tegen amateurclubs te spelen voor jullie? Ja, natuurlijk. Even om zelfvertrouwen op te doen. Dat is prima natuurlijk. Maar ja, ja, volgens mij hebben we nog wel tegenstanders van kwaliteit. Dus ja, we gaan het zien. Is het vooral ook om gewoon te zorgen dat je zelf het spel kan maken en daardoor kan laten zien van wij zijn ADO, zo willen wij gaan spelen, dat dat zo'n tegenstander juist het makkelijkst is? Ja, dat denk ik wel. Kijk, ik weet niet hoe dat, waar dat op gebaseerd is, maar ja, het is wel lekker. Gewoon nu natuurlijk 12-1 was het geloof ik, dus ja, dat is goed voor het zelfvertrouwen. Nu was de afgelopen week zijn er bij jullie twee belangrijke spelers vertrokken, Kramer en Van Duinen. Niet helemaal onverwacht natuurlijk. Hoe leeft dat binnen de groep? Ja, kijk, ja, twee belangrijke spelers zijn weg natuurlijk. Kijk, kan ik nog niet echt heel veel over zeggen, want ik zit natuurlijk pas een weekje mee eigenlijk met de voorbereiding. Maar ja, het zijn belangrijke spelers en ja, jammer dat ze weg zijn voor ADO natuurlijk. Wat heb je jezelf ten doel gesteld voor dit komende seizoen? Ja, zoveel mogelijk spelen natuurlijk. En gewoon belangrijk zijn voor het team. Dat wil elke speler natuurlijk en daar ga ik uit mijn best voor doen. Dat is zo'n begin met 5 doelpunten wel lekker. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat vind ik goed. Succes. Ja, dankjewel.